Dag review vriendjes, hoe is het daar? Hier is het helemaal fantastisch. En niet zomaar. Want dit is namelijk de honderdste review! Maar goed, de vraag is natuurlijk nog steeds. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we even kijken. Oh leuk! Hij heeft eraan gedacht. Taart van de appie. Appelgebak. Tompoes. En moorkoppen. Wat een feest. Er is een jarig. Hoera. Hoera. Dat kan je wel zien. Dat is Jans reviewkanaal. Dat vinden we allemaal zo prettig. Ja, ja. En daarom zingen we blij, 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 blij. Ik wil bij deze natuurlijk Achmed bedanken voor alle spulletjes opsturen. Achmed, dankjewel voor alle steun. Ik wil jullie natuurlijk, jullie kijkers, bedanken voor jullie steun via janroos.backme.org om dit allemaal mogelijk te maken. Ik wil mijn ouders bedanken om dit fantastische mens op de aarde te hebben gezet. En ik wil... Nou, dat was het eigenlijk wel. Bedankt. 1, 2, 3. Gezellig. Tijd voor serieus proefwerk. Het is taart van de supermarkt, in dit geval van de Albert Heijn, zoals eigenlijk de hele tijd alles van Albert Heijn komt. Nou ja, maakt niet uit, zijn wel goede sponsors en ze betalen niks. Appeltaart, moorkop en een heel klein tompoesje. Alhoewel dit dus geen moorkop is, maar een bossenbol. Wat is het verschil tussen een moorkop en een bossenbol? Op een moorkop zit nog een toefje slagroom en een zo'n ingemaakt ananasstukje. Maar volgens mij verkoopt Albert Heijn geen moorkop meer, want dat is racisme. Net als ingevlecht haar en Uncle Ben's rijst en weet ik het allemaal niet. Een moorkop mag niet, dat is racisme. Dus we eten nu gewoon bossenbollen. Maakt het uit? Nou, voor mij niet, want ik vond het sowieso al niet lekker. Ik hou namelijk niet van chocola en van slagroom. En daar is dat hele ding voor opgebouwd. Ik hou wel van appeltaart. En ik vind een tompoes ook heel erg lekker. Maar we gaan eerst proeven voordat we gaan zeuren. Appetigappie. There you go. Een appeltaartje. Ja, is dit vers gemaakt? Ik denk het niet. Ja, kunnen we eerlijk over zijn. Ja, aan de andere kant. Waarom is het daar niet vers gemaakt? Het is gewoon een appeltaart. Er zit appel in. Rozijntjes. Is er dan wat mis mee? Het deeg is mij te zacht. Ongaar heet het ook wel. Daarbij is iemand uitgeschoten met het zout in de korst. Het is gewoon een ramzout korsie. Nou, ik wil niet heel veel doen, maar ik heb toch wel eens wat lekkerder appeltaart gegeten. Hoe kan die korst zo zout zijn? Verschrikkelijk zout. Gadverdamme. Volgende. De moorkop zonder slagroom en ananas. De bossenbol. Hoppatee. Allemaal chocola. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon een enorme roomsoes die ze in de chocola hebben gemieterd. Zijn er problemen? Zeker. Punt 1. Ik hou niet zo van melkchocola. Ik vind het eigenlijk geen chocola. Ik vind het voor kinderen. Punt 2. Een roomsoes helemaal gevuld met room. Dat is natuurlijk gewoon wat het concept is. De soes is prima. Echt van soezendeeg. De slagroom wat erin zit. Totaal smakeloos. En voor melkchocolade is deze niet eens zo heel vies, deze chocolade. Dit is. Je hebt ook wel eens van die melkchocolade dat je echt bijna moet braken als je het alleen al ruikt. Deze chocolade is niet zo heel erg slecht. Maar goed, al met al stelde natuurlijk geen ene moer voor. Ik bedoel, soetjesdeeg, een beetje smakeloze slagroom erin spuiten. Je pleurt hem in de chocola. En klaar is klaar, hè? En dan noem je het bossenbol, omdat je anders bang bent dat je nog van racisme wordt beschuldigd. Dus het is eigenlijk een totaal laf taartje geworden. Een van de all-time favorites, het tompoesje.
Neem eens bij Albert Heijn wel heel erg serieus, want deze is wel heel erg klein. Maar ik las net op de doos dat het een mini tompoes is. Dus daar kunnen we ze de schuld niet van geven. Kussens, hoe eet je een tompoes? Je hebt dus mensen die dat dan zo doen en die gaan dan... proberen het dakje door de midden te hakken. Dat is niet de bedoeling. Je haalt in eerste instantie het dakje eraf. En die eet je op. Het dakje is heerlijk. Want er zit van het roze glazuur op. Oh goed. Volgende stap is het proeven van de banketbakkersroom. Zo heet die gele smurrie die erop zit. Die ze ook spuiten in een roomdootje. Ik had vroeger een vriendje. En zijn vader was banketbakker. En die had een hele ton. Een ton. Met banketbakkersroom staan. En daar vraten we hele handen zo uit. Zo is het begonnen. Ja. Hoor eens. Honderdste review. Drie vieze taartjes. Godverdamme. Dit is helemaal geen banketbakkersroom. Dit is aangemaakte slagroom. Dit heeft niets, maar dan ook helemaal niets met banketbakkersroom te maken. Getverderrie. Ik weet niet, Albert Heijn. Ik doe veel reviews voor jullie spulletjes. Ja, dat is gewoon omdat Ahmed... het is zijn favoriete supermarkt en dat moet kunnen. Alleen jullie taart is werkelijk niet om te vreten. Ik ben zo vreselijk teleurgesteld dat ik niet eens misselijk ben. En dat zeg wel, dat ik ben vaak snel misselijk voor zoete dingen. De appeltaart. Zout. De roomsoes. Smakeloos. De tompoes. Mislukt. 100ste review. En ik wil het een beetje leuk en gezellig houden. Dus één groot feest hier. En wie verpestert? De banketbakkers van Albert Heijn. Tijd voor de cijfertjes. En dat wordt een bloedbad. Als je appeltaart maakt, weet ik ook wel dat je in het deeg ook een beetje zout moet gooien. En dat staat er dan altijd in het recept. Een snufje zout. Dat is iets anders dan een pak zout. De koek is zout. En niet helemaal gehaard. Het is fluffy sluffy. Het is gewoon niet zo heel erg lekker. Appeltaart van Albert Heijn krijgt een 3. De bossenbol slash roomsoes slash voormalig moorkopje. Het chocolaatje is wel oké. Sushi deeg. Slagroom, smakeloos, niet te bikken. Het punt is, dat ding bestaat bijna helemaal uit slagroom. Dus als je hoofdingrediënt knudden is, is de rest natuurlijk ook knudden. Je krijgt een 4. Waar ik echt kwaad over ben, is de tompoes. Ik zal je wat vertellen. Dat is namelijk de gehaktbal onder de gebakjes. Dat is namelijk altijd wel goed. Hoe kan je een tompoes verkloten? Dat is bijna niet mogelijk. Want wat doe je namelijk? Je maakt van die twee koekjes. Een beetje banketbakkersroom ertussen. Daarna glazuur je dat even af met roze gemaakte suikerwater. Kind kan de was doen. En dan lekker verkopen totdat je een ons weegt. En wat gebeurt er bij Albert Heijn? Ze bakken koekjes. Maar ze doen er dus geen banketbakkersroom tussen. Maar een van de smerige aangemaakte gele slagroom. Dat is dus gewoon helemaal niet de bedoeling. Dat is niet een tompoes. En dan kan je nog zo'n leuk dakje erop gooien. Maar je bouwwerk is mislukt. Dus deze die krijgt een 2. En mijn kwaadheid. Ik ben er boos om. Wat verdikken met de 100ste en een roomwalmproduct. Ongelooflijk. Nou, bedankt dat jullie op mijn feestje waren. Was toch gezellig. Ja, taart was niet zo lekker, maar gezellig wel. Nou, doei.